Twan, voordat we vooruitblikken op aankomende vrijdag, wil ik eerst even terugblikken op afgelopen vrijdag. Jij was weer terug in Doetinchem bij jouw oude club. Hoe was het voor je? Ja, toch wel bijzonder. Veel jongens die er vorig jaar zaten, zitten er nu nog steeds. Dus dat is wel leuk. Ja, het voelde toch wel een beetje als van ouds nog steeds. En een mooie ontmoeting weer. Supporters weer erbij, dus dat maakt het ook wel wat aantrekkelijker. Ja, en jullie konden helaas geen 3 punten meenemen vanaf daar. Maar jullie zijn wel teruggekomen vanaf een achterstand. Dat was wel heel knap. Waar was dat aan te danken? De eerste helft was het naar mijn mening echt ondermaats. We hadden moeite met grip krijgen op de wedstrijd. In de rust hebben we wat omzettingen gedaan. En ik denk dat we voornamelijk met de strijd en passie toch nog tot een voorsprong zijn gekomen. Hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen hoe zuur het was dat we die penalty tegenkrijgen. Ja, en wat doe jij zelf als aanvoerder dan om te zorgen dat de ploeg gemotiveerd blijft? Ja, je probeert natuurlijk gewoon in je coaching te gaan zitten. Positieve coaching, een beetje aan te zwepen, aan te slepen, aan te sleuren. En geef het een naam. Dus dat probeer je gewoon te doen. En zeker als die jongens dat dan lekker oppakken, dan wordt het ook wat makkelijker om dat te doen. En is dat ook iets wat je gaat doen bij Topos? Want die zijn vrijdag op bezoek. Vorige keer uit, daar werd het 3-0. Hoe gaan jullie deze keer de wedstrijd aanpakken om het wel te winnen van hier? Het is een lastig potje. De tegenstander heeft veel ervaring. Het is een stugge ploeg dat ook veel inzakt. Dus het is voornamelijk belangrijk om gewoon geduld aan de bal te houden. En daar je moment in te pakken. En zij zijn gevaarlijk in de omschakeling ook, dus daar moet je voorzichtig in zijn. Voor de rest, ja, wat je net al aangeeft bij de Graafschap, dat ik daar gewoon lekker in mijn coaching moet gaan zitten en de boys scherp houden. Ja, en vrijdag zijn er ook weer alle fans welkom in het stadion. Wat zal hun aandeel zijn bij deze wedstrijd? Nou, gewoon heel belangrijk. Dat zie je bij alle clubs. En het stukje sfeer wat met zich meebrengt, je doet het uiteindelijk toch voor de supporters. Als die erbij zijn, is dat natuurlijk 10 keer zo leuk. Oké, top. Dank en succes vrijdag. Jullie ook, bedankt.